Ahold is het laatste grote AEX-bedrijf wat met cijfers komt. Ze hebben ook een raar kwartaal, dus het zijn niet echt precies kwartaalcijfers. Maar dat zijn details. De cijfers zullen niet zo goed zijn, maar daar gaat iedereen al van uit. Voor een mooi kwartaal heb je een flinke inflatie nodig en zo. En dat is er eigenlijk niet. Een inflatie die we in Nederland hebben, die is echt door overheid gedreven. Dus de vraag zal niet zo goed zijn. Maar dat weten we allemaal, daar is de waardering ook naar. Ik denk dat ook beleggers bijzonder geïnteresseerd zijn in een update over de mogelijke verkoop van de ICA-holding. De deelneming die ze in Zweden hebben. En daarnaast zijn we natuurlijk erg geïnteresseerd in hoe het gaat met de uitbreiding in Duitsland en in België. Dat gaat mondjesmaat en stapsgewijs, maar ik denk wel op een juiste manier. En ik hoop op een meer dan break-even point in Tsjechië. Nou, dat zijn alle details die we dan hebben. En we hopen altijd dat er geen rare dingen over overnames worden gezegd. In België kunnen ze vrij makkelijk marktaandeel winnen, omdat de concurrent daar eigenlijk met beide beentjes omhoog ligt. Het moeilijke daarbij is wel dat ze heel moeilijk aan punten kunnen komen. Het is moeilijk om een supermarkt te beginnen, maar als ze die eenmaal hebben staan, zie je dat Ahold zoveel beter georganiseerd is, dat klanten daardoor graag naar de Ahold winkels gaan. In Duitsland heb je natuurlijk de grote Lidl's en de grote Aldi's. En de Duitse markt is een structureel andere markt. Echt enorme prijsconcurrentie. Ja, en daar heeft Ahold niet zoveel toegevoegde waarde. Wat ze daar dus doen, mensen kunnen wellicht de AH2Go wel. Nou, dat zijn ze daar met name aan het uitrollen. Dus al kom je op een treinstation aan, heb je daar een kleine AH2Go. Daar hebben ze bewezen duidelijk toegevoegde waarde te kunnen leveren. En dat is een formule die je ook voor de rest nog niet ziet. En ik denk dat dat ook erg succesvol kan zijn. Ze weten hoe ze het moeten doen en ze hebben een duidelijke voorsprong op de markt. Als je naar de lange termijn groei gaat kijken van Ahold, dan merk je dat Ahold een bedrijf is wat daar zelf heel veel over nadenkt. Hoe gaan we daarmee om? Hoe zien die markten eruit en in wat voor markten kunnen we groeien? En ze worstelen daarmee. Nou, bol.com is een heel mooi voorbeeld waar ze een duidelijke stap hebben gemaakt. Dat ze zeggen, oké, internet verkopen zijn we niet goed in. Daar moeten we hulp bij roepen. Nou, dat hebben ze gedaan door de overname van bol.com. Dat mag dan ook wat kosten. Wij hebben in het SNS Aandelenfonds een flinke overweging in Ahold, omdat het goedkoop is. En omdat het groeit dan weliswaar niet zo hard. Maar het heeft wel een hele mooie stabiele winst. We denken dat het een kwaliteitsbedrijf is. Het is nagenoeg schuldenvrij. Onze enige vrees is, juist omdat het nagenoeg schuldenvrij is, dat ze misschien wat foute overnames gaan doen. En ja, gezien zeker de ervaringen uit het verleden, is dat altijd een angst. En ja, ik hoop toch altijd het bedrijf te kunnen overtuigen dat dat geen verstandige strategie is. Dan heb ik liever wat groei in België en in Duitsland. Maar omdat heel veel beleggers daarvoor vrezen, heeft dat de koers ook gedrukt. En verklaart ook waarom het zo goedkoop is. En ik hoop dat het management die vrees kan wegnemen. Het dividend is heel aardig aan het stijgen. Dat gaat naar 40, 45 cent. En daarmee biedt het een heel aardig dividendrendement. Zo ongekend. En ze komen uit een hele slechte periode waarin ze de schulden moesten aflossen. Nou, die periode is nu achter de rug. En nu laten ze dat dividend heel mooi stijgen. En stiekem is het wel een van de grote dividendbetalers binnen de AEX geworden. Dus ook voor het dividendrendement is het aantrekkelijk.